Welkom bij Topnames, net als iedere dinsdagavond live vanuit Freedom Lab. Jullie denken, hij zit er alleen. Ja, ik zit er alleen. Erwin Blom, mijn vaste maatje, zit weer eens in Engeland met zijn dochter Pip Blom. Die zoals jullie misschien weten, en dat weten de meeste volgers van Erwin, aan het doorbreken is in allerlei leuke zaaltjes in Londen. En Erwin mag deze week de roadie en chauffeur zijn van haar dochter. Dat wil je een gemiddelde vader natuurlijk niet onthouden, dus hij is geëxcuseerd en ik moet het alleen doen. Geen paniek, we hebben ongelooflijk leuke gasten ook vandaag weer. Richard Ruiterkamp, zeg ik het goed? Ja hoor. Je bent CEO van Ampix Power. Wauw, CEO. Ik ben directeur, een van de drie directeuren. Directeur, van tegenwoordig noemen mensen dat dan CEO. Maar goed, jij bent... Ik ben de CTO. Je bent de techneut. Ja, jij en de oprichter. Ja. En nou hebben we een aantal dingen gemeen, want ik heb net een nieuwe drone gekocht. Een Mavic Pro, dus ik vind het ontzettend leuk om met zo'n ding in de lucht te vliegen. Dan hou ik ook nog eens van zeilen, windsurfen en dat soort dingen. Volgens mij ben jij een kitesurfer van oorsprong. En een zeiler. Maar ik ben echt stik jaloers op jou, want jij maakt echte vliegtuigen, volgens mij. Ik maak hartstikke mooi speelgoed. Ja. Wat doet Ampix Power? Wij maken een alternatieve soort van windturbine door gebruik te maken van de meest efficiënte delen van een windturbinewiek. En dus als je alles wegknipt wat geld kost, dan hou je eigenlijk alleen een soort van we hebben zo'n ding. Vliegtuigvleugeltje over. We hebben zo'n ding. Leg eens uit. Ja. Dit is een windturbine. Oké, okay, nou als die ronddraait, dan gaat de tip gaat het hardst door de lucht. Ja. Vanuit de aerodynamica betekent dat de grootste contributie van het vermogen wat uit die machine komt. Het gaat met de derde macht van de snelheid. Dus de buitenste 30% van de windturbinewiek levert meer dan 70% op van het vermogen wat er uit die machine komt. Maar als je nou gaat kijken naar waar de kosten zitten, dan is dat 25% ongeveer. Is de fundering die je niet ziet, die doet dus ook helemaal niks. Nog een keer 20% of zo is die paal waar dat ding op staat. En dus de 70% van de wieken die je meeneemt, die draagt maar 30% bij aan het totale vermogen wat uit die machine komt. Dus eigenlijk als een ingenieur gezien is het een stomme machine. Ja, jij dacht dat kan beter. Ja, dat kan beter. Dus wat gebeurt er nou als je alles wegknipt wat geld kost en niks doet? Ja. Dus die paal moet weg, die fundering moet weg en dat grootste gedeelte van die wieken haal je weg. Weg met dat ding. Ja, nou, dan krijg je dus een vliegtuigvleugeltje. Nou, dit is een eenschaalmodelletje. Dit is degene die nu aan het bouwen zijn. Maar dan hou je dus de buitenste 30% van een windturbinewiek over. En als je daarmee door de lucht heen gaat vliegen, dan zonder motor, dan houdt het snel op. Maar door daar nou een touwtje aan te knopen en hem te gebruiken als vlieger, kan je dat ding hetzelfde patroon laten vliegen. Dus zeg maar, even heel stom gezegd, dit zou de wiek doen. Ja, wij doen datzelfde, maar op een veel grotere afstand. Dus wij draaien hele grote rondjes in de lucht. En daarmee simuleren we eigenlijk dezelfde baan als die buitenste 30% van zo'n windturbinewiek. En dat heeft een aantal voordelen. Het eerste voordeel is dat je met... Voordat je over die voordelen begint, we hebben een videootje van 1 minuut dat best aardig uitlegt. Okay. Gaan we even naar kijken. Ja, doe dat. Althans, ja. Nou ja, die. Het filmpje dat wij gemaakt hebben. Oké, jullie promofilmpje. Dat dus. Hartstikke mooi. Je was gebleven bij dit is een schaalmodel van wat jullie aan het bouwen zijn. Er zit een touw aan. Ja, dat is gewoon echt letterlijk een vlieger. Ja. Dus als je met een vliegtuig dwars op de wind zou gaan vliegen, dan valt hij uit de lucht. Zodra je er een touw aan vastknoopt, wordt het een vlieger en kan je stabiel patroontjes vliegen. Ja. En door nou, net als een zeiler of net als een... ik gebruik vaak de analogie met een wakeboarder of een waterskier. Als de waterskier dezelfde richtingsvector, dezelfde snelheidsvector heeft als de boot. En dus dat hij dezelfde kant op gaat als de boot. En dan gaat hij per definitie even hard als de boot, kan niet anders. Op het moment dat die waterskier uitbreekt van de bewegingsrichting van die boot, gaat hij een langere weg afleggen in dezelfde tijd.
En dus moet de snelheid omhoog gaan. En de consequentie daarvan voor die waterskier is dat hij een grotere trekkracht op dat touwtje moet uitoefenen om dat te kunnen doen. Nou, exact datzelfde doen wij met dit ding. Dus we vliegen dwars op de wind. Het gevolg daarvan is dat dat ding veel harder gaat vliegen dan de windsnelheid zelf. Het gevolg daarvan is dat die vleugel heel veel stroming ziet. En dus een enorme hoeveelheid lift gaat genereren. Dat vertaalt zich in een trekkracht in dat touwtje. En dat touwtje zit op de grond opgewonden op een klos. En daardoor trek je hem dus, die klos die rol je af. Dan heb je een ronddraaiende beweging. Daar hou je een generator tegen aan en dan heb je stroom. Ja. Dat is de kern. Dat is de kern. Ja, simpel idee. Er zit nog een tweede dingetje in. Op een gegeven moment is natuurlijk die kabel is helemaal uitgerold. Dus dan moet je nog iets anders doen. Moet je hem inrollen. Ja. Als je dat met dezelfde snelheid en kracht zou doen, dan ben je alles kwijt aan verliezen natuurlijk. Ja. Maar doordat het vliegtuig bestuurbaar is en in een duikvlucht gezet kan worden, kan je eigenlijk de kracht van dat kabeltje tussen nul en maximaal kunnen wij bedienen door de robot te laten kiezen welk patroon die moet vliegen en op welk moment in de tijd. Ja, en dat is een volledig geautomatiseerd... Het is volledig autonoom. Ja, nu ben je hier al heel lang mee bezig. Waar staan jullie in het operationeel krijgen van dit idee? Ja, nou, we hebben in eerste instantie hebben we een apparaat gebouwd wat min of meer geprobeerd heeft om zo goedkoop mogelijk aan te tonen wat we moesten aantonen. Dus het eerste als je met zo'n raar idee de boer op gaat is, mensen zijn gewoon sceptisch van, kan dit überhaupt? Dus het eerste wat we moesten aantonen is... Ja, dat kan ik me ook best voorstellen trouwens. Ja, natuurlijk. Ja. Dus het eerste wat we moesten doen is aantonen dat het überhaupt kon. Dat hebben we met dit type gedaan. In het echt is deze 5,5 meter spanwijd en er zijn... Op onze YouTube-channel zijn allerlei van filmpjes te vinden waarbij dit ding in het echt ook vliegt. En wat we hiermee aangetoond hebben is in eerste instantie dat het kan. In tweede instantie dat wij dat ook kunnen. In derde instantie dat we dat kunnen automatiseren. Maar een aantal dingen kunnen we hiermee niet aantonen. Gewoon puur omdat het gewoon een te kleine afmeting is om alles aan boord te kunnen proppen wat je aan boord moet proppen. En dus bijvoorbeeld om deze waterdicht te krijgen en regenbestendig. Wordt hij zo zwaar vergeleken met zijn oppervlak dat het eigenlijk geen zin heeft om daar langer aan te werken. Ander aspect is dat uiteindelijk als je dit helemaal zou optimaliseren, dan kom je uit op een verhaal van een apparaat van pak een beetje 50 kilowatt of zo ongeveer. Dus het zit ook nog eens een keer vrij ver af van wat je als commercieel systeem op de markt wil zetten. Ja, want vertel daar eens wat over. Ja. Jullie zijn dus met een veel groter vliegtuig bezig. Ja, deze is 5,5 meter, levert ongeveer 30 tot 50 kilowatt op. Ja. Deze is maar je hebt aangetoond dat het werkt? Ja, dat heeft gewoon aangetoond dat het werkt. Ook de automatisering, dus dezelfde autopiloot die hierin zit, zit ook hierin. Dus die ontwikkeling gaat volgen. Op basis van allemaal sensoren die in het vliegtuig zitten, beslist dat ding hoe die dat rondje vliegt en of die terug moet om die kabel weer op te rollen of weer maximale druk moet uitoefenen. Ja. En hij kan automatisch starten, automatisch landen en alles wat erbij komt kijken om, om geen mensen nodig te hebben. Hij moest groter? Hij moest groter, dus dit apparaat is ons laatste prototype wat we bouwen. Deze is 12 meter spanwijdte in het echt. Ja, 12 bij een meter of 8 of zo lang. Levert ongeveer 250 kilowatt aan vermogen op. Nou, pak een beetje tussen de 250 en 300 huishoudens. Okay. Zou je daarmee van op een gemiddeld winderige dag met... op een locatie waar je ook een winter binnen zou neerzetten, zeg maar. Ja. Dit is nog steeds een tussenstap. En uiteindelijk willen we naar een 2 megawatt turbine, wat ongeveer overeenkomt met dat apparaat daar. En een 2 megawatt windturbine, dan moet je je voorstellen... De allereerste generatie windturbines die op zee zijn neergezet. Die zijn in die grote orde van afmetingen. En op dat punt denken wij dat je als marktintroductie je grootste impact kan maken. En dat vervolgens dat je dus in een vrij snel tempo in eerste instantie een aantal van die apparaten gaat vervangen. Ik weet niet of je daar nog op later wil terugkomen, maar we hebben recentelijk een eerste klantcontract getekend met E.ON, de grote Duitse energiemaatschappij. Ja. Ik begreep dat de interesse vooral was, want die hebben een aantal van die windmolenparken op zee, die inmiddels al een jaar of 20, althans die naderen het einde van hun levensduur. Ja. Is dat ook een momentum waar jullie naar zoeken? Want zou je dan bijvoorbeeld die platformen die in zee gebouwd zijn, die masten, dit er allemaal af kunnen halen en dat kunnen gebruiken voor jullie technologie? Exact. Okay. Het geestige is dat... die eerste generatie windturbines die op zee zijn neergezet, de fundering en de kabels die in de zeebodem liggen en de transformatorstations die je nodig hebt om het aan te sluiten op het grid, die zijn gedimensioneerd met een veel grotere marge dan de funderingen en de turbines zelf. Dus die turbines die beginnen nu tegen het einde van hun levensduur aan te komen.
Terwijl al het spul wat in de grond zit, dat gaat nog 20, 25 jaar mee. Ja, er is wel volgens mij één dingetje. Volgens mij heb je best veel ruimte nodig voor zo'n heen en weer vliegend vliegtuig. In ons toch al redelijk volle luchtruim met vliegtuigen, helikopters, mijn drone en die van vele anderen inmiddels. Ja. Deze kunnen ze vrij dicht naast elkaar zitten. Ja. Is het uiteindelijk dan efficiënter? Ja, zelfs in oppervlak. Maar dat is een beetje een uitleg voor nodig. Dus de afstand waar windturbine, dus de onderlinge afstand tussen windturbines, die wordt gedreven door zog-effecten. Dus op het moment dat jij een windturbine bouwt. Dat veroorzaakt turbulentie aan de achterkant. Ja, ja. Dus als jij een windturbine ontwikkelt als ingenieur, dan probeer je zo dicht mogelijk tegen het theoretische maximum aan te zitten van wat zo'n machine aan kinetische energie kan omzetten in elektrische energie. En dat betekent voor elke turbine dat die zo'n beetje 59% van het totale vermogen wat er in de wind zit, omzet in mechanische draaibeweging, zeg maar. Ja. Dus dat betekent dat aan de achterkant van die turbine is al 60% zo ongeveer van de energie die in die stroming zit, is er al uitgehaald. Dus dat moet weer bijgemengd worden vanuit andere stromingen die naast. Hè, dus dat bepaalt hoe ver de turbines tussenling uit elkaar moeten worden gezet. Dat is ongeveer 400 meter, of vaak een beetje meer nog. En dan heb je in tweede lijn heb je die zog-effecten naar achter, dus beneden winds, zeg maar. Ja. En daar zijn die afstanden vaak nog iets groter. Dus uiteindelijk kunnen wij op zo'n op een bestaand windturbinepark, moeten we in principe elke paal kunnen vervangen voor zo'n systeem van ons. Ja, oké. Okay. En hoe loop je nou tegen zoiets aan? Want volgens mij ben je hier, hoe lang ben je mee bezig? 12 jaar? Ja, meer dan 10 jaar al. Ja. Meer dan 10 jaar? Ja. Waarom begin je aan zoiets? Jezus, had me dat eerder gevraagd. Hoe loop je er tegenaan? Jij wordt op een ochtend wakker en je denkt. Dat ga ik doen. Nee. Zoals zoveel. Ik kan me nog voorstellen, want ik zei helemaal aan het begin, je bent een fanatieke kitesurfer. Dat heeft ermee te maken. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan dat de kracht voelt van die wind en denkt, daar kun je iets mee. Ja. Nee, ik heb mijn promotie in Leiden gedaan in astrofysica. En ik was eigenlijk volledig van mening om dat voor te zetten. In een academische carrière in dat vakgebied. En door familieomstandigheden was het op een gegeven moment, had ik een anderhalf jaar waarin ik niet dat carrièrepad kon volgen. En ik moest dus iets zoeken wat in die anderhalf jaar paste. En dus ik dacht inderdaad van, nou, wat kan ik en wat vind ik leuk? Maar ik kan wel een beetje rekenen en ik vind kitesurfen wel leuk. Dus ik zocht eigenlijk letterlijk iets van, nou, iets om anderhalf jaar bezig te houden op het kruisvlak van wiskunde en kitesurfen. Ja, bestond dit toen al? Of heb je het? Nou ja, dit uiteindelijk bleek achteraf, maar toen wist ik dat nog helemaal niet dat het bestond. Ik werd getipt door een collega sterrenkundige, dat Wubbo Okkels op de TU Delft bezig was met iets met vliegers. En toen heb ik Wubbo een brief geschreven van, wat als ik nou eens gewoon een maand lang elke dag kom opdagen en laat zien wat ik kan en hoe ik in elkaar zit. En dat heeft uiteindelijk geleid tot. Dat vond u goed? Ja, dat kost me niks. Dus ja. Ja. Nee, maar alleen dat al, dat je met Wubbo Okkels hebt gewerkt, man. Dat is toch wel fantastisch. Ja, dat was leuk. Ja, dat was interessant. Het best. Ja. Nee, dat was leuk. En, Wubbo, hij was met die technologie bezig? Hij was met een rudimentaire vorm van deze technologie bezig. Toen was het nog meer een vlieger, volgens mij. Ja, Wubbo was een echte visionair. Ja. Niet per se gelimiteerd door bijvoorbeeld marktoverwegingen of productoverwegingen. En zijn droom was echt om dat met vliegers te doen. En een van de eerste dingen waar ik naar gekeken heb toen ik dat project overnam, zeg maar, of op me nam, was kijken naar van, ja, stel dat je nou een product wilt ontwikkelen rondom dit verhaal, want dat is uiteindelijk om het meeste maatschappelijk nut van het academische werk te krijgen, moet er wel een soort van eindstip op de horizon zijn waarom je dat doet. En in dat onderzoek naar van, nou, wat kan je nou het beste doen om productontwikkeling te gaan doen rondom dat concept, kwam ik erachter dat je eigenlijk met die vliegers, ja, dat daar gewoon bepaalde schalingslimieten aan zitten. Dus als je dit met vliegers gaat doen, dat kan. Wereldwijd zijn er 60 bedrijven mee bezig ongeveer. Of iets van, pak een beetje, tussen 40 en 60 bedrijven en nog een aantal universiteiten. Op het moment dat je dat met vliegers gaat doen, dan is het een superleuk onderzoeksontwerp. Of onderzoeksobject bedoel ik. Ja. Allemaal mooie koppelingen tussen aerodynamica en aan de ene kant en vorm aan de andere kant. Super interessant.
Maar als je dit als een product wilt ontwikkelen om economische waarde te optimaliseren, dan moet je toch naar zweefvliegtuigen, naar meer efficiëntie zoeken. En dan kom je van die vliegers weg en dan ga je naar vaste vleugels, waarbij het, het optimaliseren van de aerodynamica een stuk eenvoudiger gaat dan met vliegers. Dus dat was een beetje de reden om het verhaal te beginnen. Dus ik ben er gewoon tegenaan gelopen eigenlijk. Ja, en Wubbo Ockels was daar al mee bezig, nog langer geleden dus? Ja, volgens mij was... Wubbo was er vanaf 1999 of zo. Okay, maar volgens mij heeft hij het in 1997 een keer gepatenteerd en heeft zich pas serieus mee bezig gegaan. 20 jaar geleden, ja. Wat mij dan gelijk opvalt, is dat je dus zo lang met dit soort technologie bezig bent. Ja. En nu pas, je zei net, we hebben ons eerste klantcontact. Ja. 20 jaar werk. Van jou het waren. Nou, niet van mij, maar van een aantal mensen daarvoor. Ja, natuurlijk. Ja, klopt. Waarom duurt dat zo lang? Ja, die vraag krijgen we wel vaker natuurlijk. Maar een bestaande technologie, neem een windturbine. Om een nieuw type windturbine te ontwikkelen, kost je tussen de 5 en 10 jaar. Er zijn gewoon handboeken voor. Hè. Op de universiteit kan je gewoon een cursus nemen. Hoe ontwikkel ik een windturbine? Ja. En zelfs dan duurt dat nog 5 tot 10 jaar. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Airbus. Airbus heeft recentelijk aangetoond dat ze een nieuw type vliegtuig willen gaan ontwikkelen. En hun eerste schatting is dat ze daar 30 jaar over gaan doen. Nou ja, dit zit ergens ertussenin. Ja. En wij verwachten eigenlijk dat tegen die 10 jaar aan zit dan tegen die 30 jaar. Ik kan me ook voorstellen dat het ook qua wetgeving, regelgeving een raar grijs gebied is. Hè? Want het zijn geen vliegtuigen eigenlijk. Nee. Het zijn drones, er zit niemand in. In de wetgeving zijn het waarschijnlijk drones. Het geestige is, wij hebben gevraagd aan de... We zijn op een gegeven moment in contact getreden met het ministerie Leefomgeving en Transport. En wat is dit nou? Bij wie moeten we nou aankloppen als we met dit verhaal in Nederland iets willen gaan doen? En die zeiden van, hoe groot ga je dat doen? Wat ga je ermee doen in Nederland? Nou, dit. En die lieten ons eigenlijk nog een beetje de keuze open van als je kan garanderen dat dat ding nooit van dat touwtje afkomt, dan is het eigenlijk een soort van vlieger of een ballon of een... Ja. En dus je zou, als je wil, zou je kunnen inzetten om het niet een vliegtuig te laten zijn of een drone en daarmee de kant op kiezen van afsturen van de luchtvaartregulering. Ja. En toen gingen wij eens nadenken van zijn een heleboel risico's in zo'n venture, in zo'n avontuur. Maar een van de grootste risico's in het begin was het feit dat er geen wet- en regelgevingskader was. Stel dat je in staat zou zijn om er 10 te verkopen aan iemand. En dan komt eens een keer een figuur langs die zegt, dit is toch helemaal geen vlieger. Dit lijkt toch meer op een drone of een vliegtuig. Yep. Stel dat de autoriteiten dan achteraf gaan zeggen, eigenlijk heb je gelijk, het is eerder een vliegtuig dan iets anders. Ja, dan heb je opeens een megaprobleem. Dan heb je een megaprobleem, want in de luchtvaartwetgeving... Dus jullie hebben voor gekozen En dat is grappig, want je vertelde dat je een dronepiloot was. Nou, hobbyist, hè. Ja. Hobbyist, oké. Maar het geestige is dat als je... Als ik zeg dat ik het zakelijk doe, dan moet ik opeens vliegbrevet gaan halen. Dus. Het mooiste is, als jij dus... De regulerende overheden zijn het meest bang voor mensen zoals jij en ik ergens. Maar, jij bent ook een hobbyist. Ja, wat gebeurt er? Je krijgt voor Sinterklaas krijg je een drone van je familie. Ja, ik ben ook een kerel, dus eerst je doet is doos open, handleiding eruit, heb het weet je wel. Vliegen, ding aan, bam, vliegen. Dus ik heb in het begin van de dronewetgeving een keer bij een presentatie gezeten van de politie. En die vertelde dat ze zelfs op dat moment, een jaar of 4 geleden, dat ze al gemiddeld per jaar 40 drones vonden langs snelwegen in weilanden en weet ik veel wat. Die dingen vallen uit de lucht. Nou ja, als je hem dus uit de doos haalt en je leest de handleiding niet, en zeker toen nog... Nou, er zitten GPS-chips in en die kunnen 2 dingen doen als je ze een tijdje uit hebt staan. Of ze herinneren zich de laatste fix die ze gehad hebben, de laatste positie waar ze geweest zijn. Dat is vaak China. Ja. Of ze gaan naar 000. En 000, dat is de Noordpool. Ja, 000 is op de Evenaar net ten zuiden van Ghana. Dus die dingen die gaan of naar China tot de batterij leeg is. Of ze gaan naar Ghana tot de batterij leeg is. En dus wij dachten van, kijk, als jullie nou daar bang voor zijn... Dan moeten wij zeker zorgen dat het een drone is, want met ons, wij zijn een bedrijf. Ja. We zijn geregistreerd, je kan met ons praten, we voldoen aan alle eisen die je aan ons stelt. En dus de risicoperceptie van de overheden voor wat wij doen, is lager dan de risicoperceptie voor wat jij doet.
Ja, maar goed, daar, waarvan de akte? Als je zoiets gaat doen, loop je tegen allemaal ingewikkelde uitdagingen aan. Grijs gebied, geen regelgeving. Je bent eigenlijk iets heel nieuws aan het neerzetten. Ja. Kost natuurlijk ontzettend veel tijd. En ik kan me ook voorstellen, ongelooflijk veel geld. Ja, klopt. Hoe heb je dat allemaal gefinancierd de afgelopen jaren? Hoeveel geld zit er al in? In totaal hebben we nu 22 miljoen opgehaald aan totaal financiering. 22 miljoen? 22 miljoen euro, ja. Ik zag ook dat je met 40 man op kantoor. Meer nog, we zitten nu met 48 man voltijd. En je hebt sinds kort één klant. Ja, dat is meteen wel een grote klant. Laat ik zo zeggen. Ik ben verbaasd hoor. Want als wij dat eerste contract uitdienen, dan zijn alle investeringen van die hele periode ontwikkeling in één keer terugbetaald. Oké. Okay. En hoe heb je dat geld allemaal bij elkaar gekregen? Zijn het grote fondsen die erin zitten? Of kleine eigenlijk, de als je die 22 miljoen zou nemen, nou, daarvan hebben we niet alles opgemaakt. Een gedeelte is toegezegd. Nog subsidievorderingen die nog niet geweest zijn, dat soort zaken. Ja. Maar in totaal hebben we nu iets van 17 miljoen ook daadwerkelijk uitgegeven. Geïnvesteerd in de technologie en in het team. Als je nou gaat kijken naar die 17 miljoen, daarvan is ongeveer 50-60% is subsidie, giften, leningen, alle soorten van innovatiemogelijkheden die er zijn in de wereld. En ongeveer 40% van die 17 miljoen is extern kapitaal. Dat is allemaal dus aandelen, transacties die we hebben gedaan. En van die 40% is ongeveer 70% crowdfunders uiteindelijk gebleken. En 40% zit bij family offices en investeringsfondsen. Okay. Dus uiteindelijk hebben de investeringsfondsen, waarvan wij in het begin dachten dat zal wel de grootste steek worden op een gegeven moment, zien we eigenlijk dat crowdfunding voor ons... Ik zou ook denken van, heb je wel die grote investeerders aan boord gehad? Of heb je ze nog? We hebben een aantal investeerders aan boord gehad waarbij bleek dat de ontwikkeltijd om een nieuwe technologie, en niet alleen dat, maar een nieuwe industrie, de supply chain hiervoor is natuurlijk, bestaat niet nog. Die moet je opbouwen. Nou, wat je al zei, wet- en regelgevingskader moet je opbouwen. Al die zaken die zorgen ervoor, ook al is het potentieel gigantisch, hè, ook al zouden wij maar 1% van de nieuw te bouwen groene wind per jaar kunnen bedruipen, dan heb je het over een belachelijke hoeveelheid omzet per jaar. Maar zelfs dat, hè, dat is niet voldoende om voor professionele fondsen, omdat die vaak gestructureerd zijn op een manier... 5, 6, 7, 8 jaar. Dat ze 5, 6, 7, 8 jaar ergens in mogen zitten en dan moeten ze hun exit hebben. Nou, we hebben gewoon gezien dat de combinatie van crowdfunders waarbij... Goed, je hebt ze aan boord gehad. Maatschappelijk kapitaal. Ja, we hebben ze aan boord gehad. Hoe heb je ze eruit gekregen dan? Daar ga ik niet al te veel over zeggen. Dat vind ik wel interessant, ja, want eenmaal aan boord dan... Dat begrijp ik. Dat was niet heel leuk. Dat zijn lessen over hoe dat soort processen lopen. Maar het is ook wel een belangrijke les over hoe dit soort vaak private equity fondsen werken. Ja. En hoe de korte termijn is gaan regeren natuurlijk in dit soort innovatieprocessen. Ja, nou dat heb je heel goed gezien. Ja, klopt. En zeker in combinatie met een veel groter gedeelte aan informeel kapitaal, hè, dus angels, crowdfunders, whatever. Ja. Daar is de verhouding tussen puur financieel investeringsbelang en noem het maar impact investment avant de lettre, zeg maar. Dat is meer vermengd. Dat is meer gemeer. Ja. Dat maar je hebt toch meer de mensen nodig met een lange termijn visie, met idealisme, die geloven in zo'n ontwikkeling. Het is ongeveer 50-50 binnen die club. Dus de helft doet dit vanuit overwegingen van nou, beeld verbeteren en ons een kans gunnen om die technologie verder te ontwikkelen. Ja. Was je nu weer met een crowdfunding ronde bezig? Ja, op dit moment zijn we weer met een crowdfunding ronde bezig. En gezien de hoeveelheid, gezien de bedragen die er nog nodig zijn, wij verwachten niet dat die 70% kapitaalsbehoefte uit crowd gaat komen voor de volgende paar jaren. Dat is niet realistisch. Ja, want als je moet gaan schalen, dan heb je veel grotere bedragen. Als dat doorgaat met de E.ON op de schaal die je hoopt, dan moet je echt
substantieel geld natuurlijk. Ja, ja, er moet nog ergens iets tussen de 30 en 50 miljoen in dit hele verhaal voordat het iets gaat opleveren. En je zegt je eerste klantcontact, E.ON, Duits groot bedrijf, hebben windmolenparken overwegen met jullie die te gaan vervangen. Waar hangt dat nu van af? Moeten jullie gaan testen of zo? Op we hebben een aantal milestones gedefinieerd in die samenwerkingsovereenkomst die uiteindelijk leidt tot de vervangingsmarkt, zeg maar, die wij hebben geïdentificeerd. En om daar even een soort van schaalgrote getal aan vast te hangen. In Europa, die eerste generatie windturbines, zijn er ongeveer 650 van die installaties. Ja. Daarvan bezit E.ON ongeveer 25%. En die hele markt is in bezit van 4 partijen. Dus we hopen en verwachten ook nog wel een paar andere eigenaren van die eerste generatie te kunnen treffen. Maar goed, hè, dus ik heb verteld, dit is een eerste prototype. Dit is ons laatste prototype wat op schaal is. En hierna gaat het naar de daadwerkelijk commerciële schaalgrootte. Dus dit ding gaat in 2018 op een testveld in Ierland vliegen, wat door E.ON betaald wordt. Dus E.ON faciliteert ons testcentrum in Ierland. En waarom in Ierland? We hebben wereldwijd gekeken. Want tot nu toe vlieg je in de Noordoostpolder. Volgens mij, hè? Ja, waar ergens, als mensen willen gaan kijken? In de buurt van Emmeloord. In de buurt van Emmeloord. Ja. Ja. Nee, je kan op papier aantonen dat je alle procedures volgt als ingenieur of als bedrijf zijn die nodig zijn om aan een bepaalde veiligheidsmaat te voldoen. Maar dat is een papieren studie. En vervolgens heb je een statistische dataset nodig van vele honderdduizenden draaiuren om die twee in lijn te brengen. Nou, die honderdduizenden draaiuren wil je niet boven gebied doen waar ook mensen kunnen komen. Ja. En dus zoek je voor dat eerste prototype project. Ja. Zoek je eigenlijk een veel groter gebied aan ruimte wat je normaal gesproken nodig zou hebben. Ja, en dat hebben jullie in Ierland gevonden. Dat hebben we in Ierland gevonden. En dat gaat natuurlijk al heel veel geld kosten om dat hele project te runnen. Ja, klopt. Maar dat betaalt E.ON. E.ON betaalt omdat ze geloven in jullie techniek. De infrastructurele onderdelen daarvan. En daar gaat dit apparaat van 250 kilowatt vliegen. Dan vervolgens gaat in 2020 daar dat grotere apparaat van 2 megawatt vliegen. Dan daarna gaat het op een demonstratie 2 palen die in de oostkust van Schotland staan. En daar gaan we aantonen dat dit ook werkt in een offshore, in een maritieme omgeving. En dan, als dat allemaal doorlopen is, dan 2023 gaan we beginnen met het vervangen van die En daar zitten allemaal go-no-go momenten. Als jullie het verkloten, dan stopt het. Dat is altijd zo, hè? Natuurlijk. En E.ON zit daarin omdat ze erin geloven en natuurlijk een vervangingsmarkt zien. E.ON gelooft in deze technologie. Dus willen ze ook aandelen ervoor? Nee. Dus echt een klantleverancier? Ja, een klant als aandeelhouder lijkt me niet een heel goed idee. Nee, mij ook niet. Maar soms denken partijen natuurlijk van... In dit geval hebben we ook zelf gezegd, dat lijkt mij niet een goed idee. Dus dat... Je zei aan het begin al eventjes dat wereldwijd zo'n 40 tot 60 bedrijven al bezig zijn met deze technologie. Dus je hebt ongelooflijk veel concurrentie. Hoe hou je die van je lijf? Nou, dus aan de ene kant een heleboel van die bedrijfjes die zitten in het stadium van ontwikkeling waar wij 8 jaar geleden zaten. Zijn later begonnen. Die zijn veel later begonnen. Okay. Er is een soort van ontwikkelevolutie en iedereen begint met vliegers. Dat lijkt namelijk in het begin een bijzonder goed idee. Het is goedkoop om die dingen te kopen en dat komt al vrij snel, kan je iets laten zien, zeg maar. Ja. En wat we zien is dat zo'n beetje 60% van al die bedrijfjes die verschuift nou naar vaste vleugels. Dat is de keuze die ik al in 2007 heb gemaakt, nog binnen de TU Delft, zeg maar. Dus daar zit gewoon ontwikkelvoorsprong in. Onze grootste echte realistische concurrent is in 2013 door Google gekocht, door Google X. Makani Power. Ja. Die lopen dus, dat zijn dezelfde budgetten, maar dan wel gerealiseerd in een vroeg stadium, zeg maar. Dat heeft zo ook zijn voor- en nadelen. Maar kun je daar dan tegenop? Want... Nou, het grappige is, dus, wij waren er in het begin vrij bezorgd over toen dat, toen dat ging Google spelen. Als Google iets echt wil. Ja, precies. Dat zouden we ook verwachten. Ja. Maar wat je, het eerste is dat we, vroeger waren we echt maandelijks in contact met Makani. Dat is nu wat minder geworden of eigenlijk verdwenen. Het is lastig om binnen Google de duistere gordijnen te doorbreken, zeg maar. Maar de informatie die we nog wel hebben gekregen is bijvoorbeeld dat... Dan komt de Google Compliance fabriek komt langs. En dan gaan er 20 man managers in een start-up cultuur. Nou, dat hoeft niet per se goed te zijn voor de cultuur van je bedrijf. Dus wat we vernomen hebben is dat de
de oorspronkelijke oprichter die toen nog in Makani zat, toen het overgenomen werd, die is intussen weg en heeft een gedeelte van het team is ook weg. Dus met al dat, met al die zak met geld, hebben ze uiteindelijk een aantal jaar vertraging. Nou, het zal natuurlijk niet voor het eerst zijn dat Google een bedrijf koopt waar je daarna nooit meer wat van hoort. Nee, precies. Nee. En jullie hebben op dit moment geen aanwijzingen dat zij echt snoeihard gaan? We hebben aanwijzingen dat ze nog steeds bezig zijn, dat er nog steeds geld wordt uitgegeven aan de technologieontwikkeling. Ja. We hebben ook, zitten zij op dezelfde koers als jullie? Zitten op dezelfde koers, ook soort van afmetingen, ook soort van volumes en schaalgrootte, zeg maar. Zij zitten iets voor ons qua technologieontwikkeling. Maar er zijn sowieso ook nadelen van het hebben van een Google. En de ontwikkelingen bij jou gaan hard, maar die ontwikkelingen bij de gewone windturbineboeren gaan natuurlijk ook heel hard. Ja, het grappige is dat we hebben daar heel lang naar gekeken. Die worden steeds hoger en steeds groter en steeds efficiënter. Ja, maar daar zit wel de levensduur wordt steeds langer. Ja, maar daar zit ook wel nog een vertekenend beeld in. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Kijk, een van de redenen om die dingen groter te maken, die rotorschijf, is ook om hoger boven het maaiveld uit te komen. Hoe hoger je in de lucht zit, tot aan 2 kilometer ongeveer geldt dat, is dat elke meter omhoog gaat het net iets harder waaien. Ja. En dus de grootste wind, het vermogen wat in de wind zit, schaalt ook met de derde macht van de snelheid. Dus het heeft altijd zin om een beetje omhoog te gaan. En dat zit ook achter die technologische ontwikkeling van windturbines. Maar wat we nu bijvoorbeeld zien in de kostprijsontwikkeling, daarvan denken wij dat dat veel eerder cyclisch is. Dat heeft niet per se te maken met kapitaal, met capex-reductie van de turbines zelf. Ja, maar goed, kort door de bocht, daar ben je niet zo bang voor. Nee. Waar zit dan nog wel de concurrentie? Google ben je... Ja, je weet het niet. Nou, het rare is dat met die andere concurrenten... Eigenlijk zijn het geen concurrenten. Er is geen markt, er is nog geen product. Niemand verkoopt nog iets. En het is evident, en dat blijkt nu ook uit je eerste klantcontacten, dat jullie efficiënter zijn dan dit. Dat is gewoon goedkoper. Voor iedereen evident. Okay. Hoewel het lastig is om in te schatten op dit moment exact hoeveel, zegt iedereen van ja, dat is eigenlijk niet eens zo heel erg belangrijk. Als je 90% alleen, van dat materiaal dan is alleen de bespaart, grote vraag die Johan Schaap ook stelt op Twitter. Ga jij dit allemaal redden voor je pensioen? Nee, vast niet. Maar dat hoeft ook helemaal niet. En hoe lang gaat het nog duren? Kijk, als dit daadwerkelijk, als de visie werkelijkheid wordt die wij hebben, waarbij we uiteindelijk een totaal vergelijkbaar product hebben, wat slechts een fractie kost, ja, dan is de marktuptake van deze technologie, die zal gaan gebeuren. Nou, ik verwacht zelf, ik ben een techneut ook natuurlijk, dus ik verwacht wel dat ik dit tot een bepaalde grens vanuit een directiepositie kan doen en het nog leuk vinden. En ik denk dat dat belangrijker is en eerder gaat spelen dan of ik mijn pensioenleeftijd wel of niet haal. Tuurlijk, maar je snapt wat ik je wil vragen. Ik denk dat ik ben er wel een tijdje mee bezig. Al die technische dingen hebben jullie allemaal opgelost. Oprollen en afrollen. Je hebt voor de uitzending al verteld hoe die dingen uiteindelijk geautomatiseerd kunnen landen en weer op kunnen stijgen. Dat ding zit vol sensoren, zit een autopilot in. Volledig geautomatiseerd proces. Hebben jullie allemaal bedacht. Ja. Maar dan die stap naar productie, schaal, operationele dingen. Weet je, kijk, uiteindelijk is natuurlijk mijn afrekenmoment is als ik onder een Boeing 737-achtig vliegtuig aan een touwtje sta en zeg, nou, dat doet het. Ja. Dat betekent niet dat dan het bedrijf ook klaar is, maar ik denk wel dat ergens daar de grens ligt van waar mijn interesse ophoudt in dit. Dat zou maar zo kunnen. Ja. Hey, maar één ding staat vast, in 2018 gaan jullie in Ierland met E.ON op een testlocatie. Deze wordt nu gebouwd, as we speak. We zijn sinds december 2016 dus, bezig dus met de realisatie. Dus mocht je denken dat wij hier met een stelletje modelletjes een beetje zitten slap te ouwen. Hij wordt in Nederland gebouwd. Is een gigantisch ding. Als je dat voor het eerst ziet, dan denk je, oké, dit is dus echt aan het worden. Ja. Dat ding is gewoon klaar, februari 2018. Ja. En gaat dan zijn testprocedure in en gaat dan naar Ierland toe. We zullen ook begin 2018 zullen we breed uit in de media de eerste vlucht en de eerste onthulling in Nederland gaan proberen te realiseren. Ja. Dat moet alles qua wet en regelgeving nog een klein beetje meewerken. Maar nou, als jullie dan een paar maanden daar gevlogen hebben en je hebt de eerste resultaten, dan ontvangen we je graag weer een keer voor een update. Ja, ik lijkt me leuk. Een waanzinnig project. Dankjewel. Dank voor je komst. Ja, graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was weer een Topnames. Ik dank onze sponsoren, dat is natuurlijk Streamzilla, het bedrijf uit Groningen dat altijd zorgt dat deze uitzending live bij jou thuis komt.
Dat is Bier & Co. die de biertjes verzorgt. Heerlijke doggy style heb ik net gedronken. Al drink ik er een Heineken bij om het even ook wat minder alcohol af en toe in me te krijgen. PQR verzorgt de hosting van onze website. En we zitten hier in Freedom Lab. Kijk je live, kijk dan volgende week dinsdag weer. Kijk je on demand, plunder dan ons archief waar al meer dan 500 uitzendingen in zitten. Dag.